Yo mensen, welkom bij de derde en laatste video hier vanuit het mooie Italië. We zijn in Cinque Terre. We gaan hier langs de vijf dorpjes met de boot. We zijn hier in Rio Maggiore, hebben we een appartementje en geweldig langs de kust af met een bootje. Dus hier komt onze video. Kijk, hier zie je Cinque Terre, de vijf dorpjes. 1, 2, 3, 4, 5. Hier zitten wij. Rio Maggiore. Gaan we nu naar beneden. Er is een bosbrand. Kijk, we zijn gearriveerd. Daar beneden ligt Rio Maggiore. Hier boven op de berg staat een huis in brand. Je zag de helikopters. Je hoort ze. Die vliegen af en aan om te blussen. Kijk wat gezellig. En daar komt de helikopter weer. Kijk, daar komt hij. Kijk, het is een autoloos gebied, slagboom, dus wij moeten bellen om hier naar binnen te mogen, omdat wij toestemming hebben. Kijk, de eigenaar heeft nu de slagboom voor ons geopend, nu mogen we naar binnen. Kijk, daarachter gaat de helikopter alweer en wij moeten hier parkeren. Dit is ons gereserveerde parkeerspotje. Zo, uitladen die handel en dan gaan we daar aan doorbellen. Kijk, daar gaat de trein dus. Die gaat ook de vijf dorpjes af door de bergen, maar wij doen het waarschijnlijk met de boot. Wij gaan hier met de lift omlaag. We gaan hier door een tunneltje en dan kom je in het harde centrum. Nou, best wel warm hier, tegen de 40 graden. We zijn er bijna. Wel verrekt mooi met al die kleuren, zo zou ik zeggen, hè? Hier is het. Goeie daar. Zo, wat een drankje. Ja, en een bobbel. Kijk, wat een lekker appartementje. Keukentje, badkamer, twee slaapkamers. Trouwens, heb je die andere twee video's al gezien van onze eerste week verblijf in Limone en de tweede week verblijf in Matezin? Kijk die ook even. Linkjes staan in de beschrijving, denk ik. Proost! Op een goed verblijf in Cinque Terre. Proost! Kijk, hier zie je de vijf verschillende dorpjes van Cinque Terre. Cinque is vijf, hè? Ja, voor de niet-Italianen. Kijk, we zitten echt hartje centrum. Bam! Nou, proost nog een keer op een goede verblijf hier. In Cinque Terre. In Cinque Terre. Kijk waar we zitten dus. Super centraal. Nou, hier naar het strand toe, naar beneden. Zo, daar zijn we dan. Helikopters gaan nog steeds. Nou, het strand is natuurlijk super klein hier. Alleen maar rotsen en hier kun je zo het haventje, het oude pittoreske haventje inlopen en dan kun je zwemmen. Dat is het. Dit dus. Flop. Zo zijn er dus vijf in dit soort dorpjes. Het is een UNESCO monument. Dus super. Er is altijd iemand met een beter leven. We gaan zwemmen. Tuur op avontuur.
Morgen dus boottrip. We starten hier. Dat is de meest zuidelijke plek. En dan gaan we de 5 dorpjes door. Dat was niet echt verkoelend, maar je moet het gewoon gedaan hebben, denk ik. Of zo. Kijk, en daar parkeren ze dan de boot. Zo, bootje geparkeerd. Ander dingetje er nog op. Zo, gedoucht en wel. Nu gaan we op zoek naar wat eten. Hier gaan we eten. Mooi uitzicht. Ik heb toch een biertje. En we zitten weer aan de pizza. Smakelijk eten, mannen. En dat is. Je loopt ons huisje voorbij. Oh ja, daar. Good night. Zo, lekker ontbijten. En dan gaat de bootdag beginnen. Kijk, hier zie je de tocht die we gaan doen langs de kust naar de plaatjes. We beginnen dus in Rio Maggiore en gaan dan alle plaatjes langs. We beginnen dus hier. Daar komt onze boot. Zo, dit is dorpje nummer 2 dus van de 5, Monarola. Eén van de 5 heeft geen haventje, dus we gaan er vandaag 4 bezoeken. En dit is dus nummer 1. Nummer 2. Volgens. Nummer 1 was zwaar vertrokken. Slimpie. Dit is een goede fotospot. Verfrissend. Heerlijk. Handjes wassen tegen corona. We gaan naar het volgende dorpje van Manarolo. Gaan we nu staan met Coniglia over en gaan we naar Vernazza.
Daar gaat de trein onder Corniglia door. Dat is het derde terre dorpje. Heeft geen haven, dus die passeren we. Vernazza, het volgende dorpje. Nou, in het laatste dorpje, Vernazza. Kijk eens wat een mooi plein. Wauw. Zo, we gaan weer richting boot. Naar het laatste dorpje en dan gaan we zwemmen. Nou, nu naar de laatste plaats, Monte Rosso. De vijfde plaats. En die hebben we gehad en nu daar. Monte Rosso. Nou, de laatste dus, Monte Rosso. Zeg maar welke het mooiste is. Nou, nu door corona is het nu niet zo mega druk. Normaal denk ik dat het hier mega druk is zomers. Het is wel warm nu. Dus ik zou zeggen, kom in het voor- of najaar. Frozen yogurts. Ze zal hier maar wonen. Is Ties hier geweest? Denk het wel. Corona-proof. Tuur is even zijn ass aan het showen. Pure diving. Gaan we weer. Zo, we terug naar een van de eerste dorpjes, gaan we daar nog even zwemmen.
terug in Manarola en dan gaan we weer even zwemmen. Duiken, omvormen, naar de ruimte. Ja! Yo! Zo, we gaan terug naar Rio Maggiore, douchen, eten. We zijn klaar met de video. Goeie informatie. En we terug in Rio Maggiore. Zoals ik zei, douchen, eten en dan zien we elkaar weer. Zo, weer thuis. En na zo'n dagje is het natuurlijk lekker relaxen hier op het balkon van ons appartement. Ja, nu eten en dan gaan we naar de auto. Nou, dit was de video van Chicken Terra ook alweer. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ik anders wel. Heb je de andere twee video's ook nog niet gezien? Die staan in de beschrijving. Ik kom goed uit mijn woorden. Drop nog even een dikke vette like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later. Doei. Ciao. Oh.